het is niet houdbaar om de brandstofprijzen, om die subsidies die we geven, om dat te continueren. Per maand gaat er aan de subsidie, voornamelijk voor diesel, gaat er voor 350 miljoen aan subsidies voor diesel. En dat is iets wat niet getrokken kan worden. Dat is meer dan 2 miljard op jaarbasis. Onze belastingbetalers, ons staatsapparaat, kan dat niet trekken. Dus dat moest aangepast worden. Nu was de subsidie op diesel was 10 SRD. En dus is gevraagd om het in 2 stappen af te bouwen. En als het goed is, is vandaag de eerste stap van 5 SRD erin gekomen. En zal ongeveer een maandje later zal de tweede stap erin komen. Ook bij de EBS, in de voorziening van gas, kookgas en elektriciteit, ontstaat een kostenplaatje dit jaar van 3 tot 4 miljard. 3,2 miljard. Omdat iedere aansluiting bij de EBS, iedereen die aangesloten is, rijk of arm, per maand 260 SRD subsidie krijgt. Dat kost per maand 42,5 miljoen, per jaar meer dan een half miljard. En niet iedereen heeft dat nodig. Geef het aan de arme mensen, geef het niet aan de rijke mensen. De gasbommen die we kopen, de meeste van ons kopen een gasbom van 48,50. De kostprijs van die gasbommen, in Guyana kost zo'n gasbom tussen de 15 en de 20 US dollar. Dat is ook de kostprijs in Suriname. Die gasbom kost de staat 535 SRD. Wij betalen er 48,50 voor. Die 28 lups heel populair, 48,50. Terwijl je 535 ervoor zou moeten betalen. Op jaarbasis een flinke subsidie. Wij zeggen dat kan zo niet verder. Er liggen voorstellen die we thans aan het bestuderen zijn. Kijken hoe die geïmplementeerd moeten worden. Maar het uitgangspunt is dat elk gezin dat daarvoor in aanmerking komt, wel 4 flessen gesubsidieerd moet kunnen krijgen. En dan moeten we kijken dat de rest marktconform. Natuurlijk niet in 1 keer. Ja, het is een kwestie van afbouwen. Het totaal kostenplaatje aan subsidie daar is 800 tot 900 miljoen dit jaar, als je dat zo laat staan. Dat zijn subsidies die niet te trekken zijn. Laat me u 2 voorbeelden vertellen waarom die subsidies afgebouwd moeten worden. Afgelopen donderdagavond belde de president me. En hij zegt, minister, kun je kijken, want in het academisch ziekenhuis zijn er tekorten aan middelen, aan geld. En ik zeg, president, ik heb vanmorgen met de ziekenhuizen gepraat en met het ministerie van Volksgezondheid. En de cardiologieafdeling van het academisch ziekenhuis heeft 20 miljoen SRD extra nodig om voor het hele jaar het leven van 160 mensen te redden. 20 miljoen SRD. En ik heb het niet. En als we het niet vinden, gaan mensen dood. We gaan het vinden, we gaan het zoeken en we gaan het vinden. Maar 20 miljoen SRD per jaar om voor 160 mensen het hele jaar door om hun leven te redden. Dat moeten we zoeken. Intussen geven we elke maand 350 miljoen SRD weg aan subsidies voor diesel, waarvan we weten dat een deel weggesmokkeld wordt. Laat me een tweede voorbeeld geven. Minister Onderwijs, Marie Levens, die zegt sinds december tegen me, ik moet 108 miljoen hebben, want er lopen kinderen op straat die in scholen thuis horen, ik moet die lokale bouwen, ik heb die 108 miljoen die we afgesproken hebben, heb ik nodig sinds december. En ik zeg, Marie, alsjeblieft een beetje geduld, we moeten dat voor je verzamelen. Ze zegt, geef me het in delen, ik hoef het niet in 1 keer. 108 miljoen. Om scholen in binnenland, district en stad te bouwen en die 20 jaar dienst gaan doen. 20 jaar. Die 108 miljoen moet ik zoeken, maar we geven wel elke maand 350 miljoen weg
aan subsidies op diesel. Dat zijn de keuzes die we moeten maken.